Loop jij de tocht voor de eerste keer hier? Ja. En voor wie loop je de tocht vanavond? Oma en voor mijn oom die afgelopen zomer is overleden. Dus je oom is nog pas geleden. Je oma, is dat al langer geleden? Of 5 jaar. 5 jaar. Ik zie dat je een beetje emotioneel wordt. Het is waarschijnlijk je oma die het hardst erin trekt, hè? Ja, allebei wel. Had je een hele goede band met je oma, denk ik. Moet ik stoppen? Of nee? Vertel er eens iets over. Nee, dat kan ik niet. Dat kun je niet. Nee? Maar je ging er vaak naartoe? Elke dag. Dan kan ik me voorstellen dat je haar heel erg mist. Hoe oud ben je, mag ik dat vragen? 17. Dus je was nog maar 12 toen ze overleden is. Ben je hier alleen vanavond? Nee, met mijn familie. Mag ik jullie er ook even bij betrekken? Ja? Wat is jullie band met... hoe heet je? Peter. Wat is jullie band met Peter? Dat is mijn zoon. Peter is je zoon. Gaat het over je moeder dan? Ja. De oma? Ja, inderdaad. We zijn 3 zussen. 3 zussen. Dus het was allemaal jullie moeder? Ja. En de oom die overleden is? Was dit jaar gebeurd? Ja. 9 juli. 9 juli. Ja. Dat is allemaal nog heel vers, kan ik me voorstellen. Is het de eerste keer dat jullie meelopen? Van mij de eerste keer. Maar wat mooi dat jullie de steun bij elkaar zoeken om als familie zo hier deze avond bij te wonen. We zijn een hele hechte familie. Een hele hechte familie. Ja, 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 ja. Dus jullie hebben sowieso veel steun aan elkaar. Ja, ja, ja. Deze avond is natuurlijk bijzonder, hè, want je staat heel even extra stil bij degene die je verloren hebt. En ik denk dat je dan juist je familie nodig hebt. Klopt. En zeker in deze moeilijke dagen. December is moeilijk, hè? Ja, ja, zeer moeilijk. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne tocht vanavond en ook daarna nog veel sterkte. Ja.